Vandaag ga ik vals spelen in een bouwwedstrijd tegen Robin. Huh? Deze grote muur zal tussen ons instaan. Alleen heb ik een super kleine camera geplaatst aan zijn kant. Gaat hij mij doorhebben of kan ik lang genoeg vals spelen zonder dat hij het snapt? We gaan voor 4000 likes. Robin, ben je er klaar voor? Jazeker. Jij bent helemaal klaar voor wat wij vandaag gaan doen? Ja. Weet je ook wat voor thema het is? Nee. Het is, daar komt ie jongens, Formule 1. Ik dacht dat Formule 1 seizoen is begonnen. Ik kijk het zelf niet, maar misschien vinden jullie het leuk. Dus laten wij een leuke Formule 1 auto bouwen of zo. Weet je? Of je mag een vlag bouwen of je mag een racebaan bouwen. Je hebt best wel een klein platform hier. Dus heel veel kan je natuurlijk niet gaan doen. Nee, maar inderdaad. Ik ben benieuwd wat jij ervan gaat maken. Ik ben benieuwd wat jij gaat maken. Ik ben ook benieuwd wat ik ga maken. Ik ga naar de andere kant. En dan, hoe lang doen we gewoon eventjes de tijd nemen? We nemen wel gewoon eventjes tijd. We doen geen tijd eraan vastbinden. En dan, als we klaar zijn, kijken we wie de mooiste heeft. En degene die de mooiste heeft, die geeft de ander 10 euro. Gewoon voor de leuke. Ik weet niet, 10 euro. Vind je dat goed? Ja, en? En? Een flesje Focus drink. En een flesje Focus. Toevallig heb ik een Focus t-shirt aan. Dat is best wel grappig. Maar oké, dan ga ik naar deze kant. Oké, dan doei. Maar mag ik niet aan die kant? Ja, mag als je wil. Maar maakt geen verschil. Vorige keer heb ik natuurlijk vals gespeeld met dit, weet je nog? Ja, daarom. En, ja, je mag dat, even kijken. Kijk maar hier. Er is niks anders hier. Dus de blokken zijn hetzelfde. Het is gewoon, ik heb deze keer normale blokken gebruikt. Ik ga niet vals spelen, ik beloof het. Oh ja, dat klinkt wel normaal inderdaad. Oh! Ja, zie je, het is gewoon normaal. Het is gewoon ja, nu weet ik het zeker. Okay. Dankjewel. Nou, ga weg en dan gaan we beginnen. Oké, jongens, zoals jullie kunnen zien, er zat een klein cameraatje in het hoekje van die kant daar. En wat ik wil gaan doen is, zoals jullie nu in beeld zien, dat is de POV waar ik naar kan gaan kijken als ik wil, als ik Robin in de gaten wil houden. Heel makkelijk. En laten we even kijken wat hij gaat doen. Want mijn doel is om hem 1-op-1 na te bouwen en dan hem te blamen op het vals spelen. Dus zeggen dat hij vals speelt terwijl ik aan het vals spelen ben. Ik ben benieuwd wat hij gaat bouwen. Hij staat nu nog stil. Oeh, hij is aan het kijken. Wat gaat hij doen? Ik ben wel heel benieuwd wat hij gaat doen. Hij staat al steeds stil. Ja, jongens, dan gaan we beginnen met een Formule 1 auto. Ja, dan is het wel. Waar beginnen we dan mee? We kunnen er ook meerdere maken. Dat is misschien ook wel leuk, maar we kunnen misschien dat we ook nog wel verder gaan. Dus we gaan gewoon beginnen met 1 auto. En dan ga ik denk ik voor het team van Ferrari. Dus dat betekent dat ik rood ga pakken. Ik denk hoor. Verschillende soorten rood. Misschien ook wel deze voor de details. Natuurlijk de banden. Misschien pak ik ook wel rode carpet. Of zijn we wel met gele carpet. Want ik vind het team van Ferrari toch altijd wel vet. Altijd die rode felle kleur vind ik wel mooi. Dus dan gaan we beginnen. En dan gaan we hem zo bouwen dat Max hem zo horizontaal ziet. Dus dan gaan we zo beginnen. Hij pakt rode concrete. Die gaan we ook vastpakken. We gaan alle blokken pakken. En dan gok ik dat hij ook black concrete gaat gebruiken voor de wielen. En ik gok ook kwarts voor misschien iets met de... Ik denk dat hij Formule 1 auto namelijk gaat bouwen. Lijkt me logisch. Ja, nee, dan moet ik wel even oppassen. Want dan bouwen we hem zo. En dan doen we... we beginnen heel even met de achterkant. Dan beginnen we er zo mee. Oeh, dit is wel zo'n donkerrode kleur. Dat is wel vet, hoor. Hij is officieel begonnen, jongens. Het eerste blok is geplaatst. Laten wij dat dan ook doen. 2 uit elkaar, zo te zien. Dus laten we even zo. We gaan hem gewoon 3 uit elkaar. We gaan hem 1-op-1 nabouwen. Gewoon echt 1-op-1. Zo. Dan laten we hem hier zo ook even uitsteken. En dan moet ik even kijken of we het of zo gaan doen. Ik denk dat dat wel vet is. Ja, dit is zo'n soort achtervleugel, weet je wel. Dit is de achtervleugel, dan is dit altijd, voor de echte kenners, is dit de DRS. Dan gaat de luchtstroom doorheen. En nu gaat er helemaal niks doorheen. Ah, hij is nu de spoiler aan het bouwen, jongens. Ik zie het al. Kijk, we zijn de spoilertjes zijn we aan het maken. Ziet er wel leuk uit, moet ik zeggen. Even kijken of we dan hierachter nog wat moeten aanpassen. Ja, dan maken we hem wel gewoon zo af. Even kijken of we dan voor de details doen we dan hier nog rode carpets op. En dat is het dan. Dan pakken we, even denken hoor. Ja, dan pakken we gewoon maar eventjes simpele knoppen voor de banden. Zo, voor de velgen. Zo. En dan gaan we rustig aan naar voren werken. En dat betekent dat, even kijken, normaal zit hier niks bij de banden volgens mij. Dan moet ik heel even nadenken. Gaan we hier gewoon zo op deze manier naar voren. Dan is dit altijd nog wat hoger. Zo. En dan begint het nu naar elkaar toe te lopen. Zo. En dan zit hier uiteindelijk het stoeltje. Dus hier komt dan een stoeltje. Dan gaan we een zwart stoeltje van maken. Zo. En hier zit hij dan altijd helemaal ingebouwd natuurlijk. Dus zo. Dat doen we omdat het dan plat is. Gewoon carpet. Zo. En dan doen we dat zo. Want het is natuurlijk altijd zo dat mensen er helemaal in zitten. Ze zitten echt in zo'n kuipstoeltje. Dus dat doen we nu ook. Zo. Oké, dan gebruikt hij nog meer sters. Dat zijn namelijk de stoeltjes waar de Formule 1 gasten in zitten. En dat doet hij volgens mij
Doet hij daar woel? Of doet hij een zwarte carpet? Gebruikt hij daar? Ja, ik denk dat dit het wel een beetje is. Zoals dit. En hier heeft hij blokken die naar beneden zijn gebruikt. Zo. Daar ook. En dan hier ook. Oh, dat is heel eerlijk eigenlijk dit. En weet je wat we dan doen? Dan doen we eventjes voor het stuur. Die heeft hij niet. Het stuur heeft hij niet. Nee. Even kijken. Dan maken we het eventjes mooier door wat rode carpets hier op te doen. Zo. En dan gaat het hier uiteindelijk toch wel naar de buitenkant. Niet op deze manier. Deze pas ik nog heel eventjes... Even kijken. Zo. Het is wel een heel brede ding nu. Maar dat klopt op zich wel. Nee, dat lijkt naar de straaljager. Dit, nee. Wacht eventjes. Heel veel rode carpets gebruikt hij weer. Het ziet er wel een beetje lelijk uit, Robin, moet ik zeggen. Zover vind ik het nou niet echt een mooie Formule 1 auto. Robin, wat is dit? Ik had wel meer verwacht. Ik ga hem zelfs een beetje mooier maken. Tot eens proberen. Ik ben benieuwd wat dit nog gaat worden. Wat is dit? Wat bouwt hij hem lelijk? Dit ziet er toch niet uit? Moet je zien, jongens. Kijk dit nou. Dit is toch geen Formule 1 auto? Oh, hij haalt het weer weg. Ja, dat gaan wij ook weghalen. Laten wij in de tussentijd andere kleuren gebruiken, jongens. Wij maken een... een lichtblauwe Formule 1 auto. Waar zijn de voorwielen überhaupt? Dat vraag ik me dan af. In tussentijd, wij gebruiken een mooie... Wij maken er een blauwe auto van. Zo, dan ziet hij van ons er net weer wat anders uit. Jongens, ik loop te struggelen. Wacht eventjes. Ik ga eerst heel even de banden doen. De banden, die zitten altijd vast aan een... Ja, hoe moet ik dat noemen? Aan natuurlijk een ophanging. Dus, dat gaan we hier ook doen. We maken hier ook een ophanging van. Maar die zijn gewoon van fence gates. En daar plaatsen we dan natuurlijk wel dezelfde knopjes op. Zo. En dan hebben we op het moment al wel een hele lange auto. Maar, ja, er klopt hier iets niet. Er is iets mis. En dat zit hem denk ik hierin. En dat moet denk ik zo. Ik denk dat dit al veel en veel beter is. Kijk, nou begint het inderdaad wel meer op een, ja, gewoon zo'n hogere Formule 1 auto. Ja, oké. Nou, plaatsen we hier een banner. Ah, hier doet hij de voorwielen. Ik snapte hem al niet helemaal, maar hier doet hij ze. Oké. Ziet er enigszins al iets meer als een Formule 1 auto uit. Al ietsjes meer, maar nog niet helemaal. En nu gebruikt hij rode concrete, waardoor wij blauwe concrete gaan gebruiken. Oh, nu gebruikt hij wol ervoor. Ah, jezus jongens. Ik zit even te denken hoe we het met de neus moeten doen, mensen. Ik snap het namelijk even niet zo goed. Ik denk dat we het zo gaan doen. En dat we dan zo. Kijk, dat is al beter. Eigenlijk moet het zo. En dan moet deze moet gewoon zo zijn. Denk ik. Nee, meestal is die wel net zo breed als de banden. Dus dat gaan we ook doen. Zo ja. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat dit het zo is. Oké, in de tussentijd, hij is toch nog druk, jongens. Ik wil hem een beetje overtroeven. Dat is ook nog wel het ding. Dus laten wij ook in de tussentijd gewoon een baan maken waar hij op rijdt. Dan gaan we namelijk Robin hem in de tussentijd een beetje overtroeven. Hij heeft hem toch weer een beetje anders gebouwd. Gaat hij dat houden? Ik weet het niet. Hij is wel heel wisselvallig met wat hij bouwt. Ja, hij is veel te druk met zijn spoiler bedenken. Dus ik kan lekker gewoon een baan bouwen vast. En dan gaan we voor de extra details gaan we ook eventjes van die banners toevoegen. Aan de rechterkant en aan de linkerkant. Als je zo kijkt natuurlijk zo naar de auto. Dan, ja... Even kijken, dan ben ik denk ik wel bijna al tevreden hier met die auto. Ik vind hem wel op zich leuk. Dan gaan we hem nog wat extra details geven. Door eventjes wat van die knoppen misschien hier nog toe te voegen. Hier komt nog een ding. Dan komt hier nog een ding. En dan komt die daar nog, want dat is natuurlijk, dat hoort wel. Ja, dat is een hele goeie. Gaan we hem dan nog verder aanpassen? Dan denk ik dat we hier een gouden, omdat natuurlijk hier leggen we een gouden pressure plate op. Want... Ja, op zich heeft Ferrari toch ook altijd wel een beetje van die gele details. Rood met geel vaak. En dan is dit vaak het Shell-logo, weet je wel. Hier is dan vaak het Shell-logo. Dan banners hierop. Dan... Mega spoiler! Robin, waarom is dit een sneeuwschuiver dit? Ik heb het gevoel dat ik hem te groot bouw, maar nee, dit is echt precies hoe hij het doet. Hij maakt er ook echt een sneeuwschuiver van. Zo, kijk, die van mij heeft nog een baan. Althans, hij is nog niet helemaal mooi, want de baan moet nog wel wat breder. Wat heeft hij in de tussentijd nog meer gedaan? Hij heeft er een golden pressure plate opgezet. Ik denk dat dit hem wel een beetje is. Dan gaan we hem om wat extra detail te geven nog eventjes hier. Gaan we van dit, zeg maar. Deze kunnen we dan gebruiken. En dat doen we dan op de banden. Zo. Ja, en dan denk ik dat we toch wel... een mooie auto hier hebben. Ik ben er blij mee. Oh, en hij heeft op de wielen heeft hij ook pressure plates gedaan. Ah, oké, dat valt me nu pas op. Goed dat ik het nog zie. Dat moeten we namelijk ook doen. Kijk, hier op de wielen heeft hij dit gedaan. Kijk, hij lijkt er wel op. Alleen ik vind... Ja, ik denk dat ik toch ander... Ik ga paars ga ik doen. Ik vind zeg maar... De blauwe vind ik toch niet mooi. En dat matcht niet met de blokken die hij verder heeft gebruikt. Dus laten wij dan gewoon paarse wol doen in plaats van blauwe wol. Ik denk dat dat iets meer matcht al dan wat we nu hebben. Het blauwe is namelijk te licht voor de donkerrode blokken die hij voor de rest gebruikt.
Ja, wat we dan nog kunnen doen is heel eventjes een soort van weg maken. En dat ga ik eventjes met Worldheader doen. Dus wat ga ik ervan maken? Ik ga er gewoon echt een circuit van maken. En dat doe ik door dat dit dan het asfalt is. En dan pakken we nog heel even wit en zwarte concrete powder. En dan gaan we daar de finish van maken. Kijk, dat is toch wel mooi. Echt zo'n finish, weet je wel. Echt zo dat hier iedereen zo... Je zou hier maar zelf in zitten, weet je wel. Je zou hier maar... Ja, oké, dit is wel heel vreemd dat ik dit eigenlijk doe. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, oké. Dit is een mooie finishlijn. En dan gaat het natuurlijk wel om de entourage. Dus dat betekent om de hele, het hele plaatje, zeg maar. Dus dan plaatsen we gewoon nog wat gras hier aan deze kant. Zo, mooi. Plaatsen we even wat gras. En dan zo ook hier eventjes wat gras. Zo. Ja, en dan denk ik dat we er wel zijn, jongens. Dat denk ik het wel. Oh, hij is ook een baan aan het maken. Nee! En hij maakt het nog breder dan die van mij. Dus hij is mij weer aan het overtroeven. Dan moet die van mij ook breder, jongens. Oeh, deze banners moeten nog vervangen worden. Ik denk dat het paars is ook lelijk, man. Weet je, laten we hem wel gewoon rood maken. We gaan hem toch gewoon rood maken. Dat rode match is toch zoveel beter. Dus in dat opzicht snap ik zijn blokkeuze wel. Kijk, zie je, dat is veel beter. En hij maakt de finishlijn. Oké. Die gaan wij ook maken. Maar die van mij maken we iets kleiner. Omdat dat mooier is. Zo, ja, dit ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit. Nou, we maken er toch wel eentje groter zo gewoon. Hij gebruikt boommeel aan de zijkanten. Oké, dan gaan we dat ook doen. Boomwiel aan de zijkanten, prima. Heeft hij voor de rest nog wat gedaan? Nee, ik denk het niet. Hij ziet er wel zo goed als hetzelfde uit als ik zo op de camera's kijk. Ik ben benieuwd naar zijn reactie, jongens. Ik ben benieuwd. Nou, of hij gaat geloven dat, zeg maar... Want ik heb hem volgens mij ook, zoals ik het een beetje kijk, een beetje bijna op dezelfde locatie gebouwd. Ik ben zo benieuwd. Oh my days. Dan denk ik dat we er wel zijn. We hebben een mooie donkerrode auto. Ja, wat kunnen we er nog meer van maken? Ik denk het niet. Ik denk dat we klaar zijn, mensen. Ik denk het wel. Ik ga de bel wel even zetten. Zo. En dan ben ik klaar. De bel staat. Ik ga wachten. Hij is hekjes aan het bouwen. Dan gaan wij dat ook doen natuurlijk. Ik weet alleen niet waarom. Maar dat gaan wij ook hier bouwen. Precies op dezelfde kant. Kijk, ja. Ja. Hij plaatst de bel. Oké, heeft hij hem hoog genoeg? Ik ga dat ook doen. En dan met het idee dat ik ook klaar ben. Kijk. Zie, ik heb ook een bel geplaatst, Robin. Ik heb ook een bel. Oké, Robin, ben je klaar? Toevallig wel, ja. Ja? Ja, ik hoorde het aan de bel. Ik was al een tijdje klaar. Ik was op jou aan het wachten en toen dacht ik, ja, plaats de bel, weet je, ik plaats ook gewoon een bel. Ja. Nou, ik ben benieuwd. We hebben allebei Formule 1 gebouwd, dus ik gok dat we een beetje een raceauto allebei hebben gemaakt, denk ik. Ja. Ik weet het, ja. Misschien wel. Ik zou niet weten wat jij anders gebouwd zou hebben. Ja, ik ben benieuwd, man. Ik hoop niet dat het een beetje hetzelfde is. Het zou zonde zijn. Dat, ja, best wel. Want dan hadden we de video net zo goed niet kunnen doen. Kom jij naar die van mij of kom ik naar die van jou als eerst? Kom jij maar naar die van mij. Vind ik wel keer leuk. Ik kom naar die van jou. Oké. Hey, je hebt ook boomwiel gebruikt. Ik zie hier een gras dingetje al. Oké. Oh, drie, ja, ik zal het gras wel even maaien voor je. Dan, ja, dankjewel. 3, 2, 1. Ja, dag. Gast. Wat? We zeiden... We hebben nog van tevoren gezegd, oké, vorige keer leuk, haha, we gingen vals spelen hier en daar. Maar we hadden afgesproken, deze keer gaan we gewoon oprecht wat leuks doen zonder vals te spelen. Ik vind het niet leuk dit. Dit vind ik oprecht minder leuk. Wat is er? Ja, kijk dan, kom dan maar die van mij. Hier, die van mij is nog wel mooier op zijn minst, maar... Ja, nee! Ja, jawel, hoe kan dit? Ja, dag, hallo! Gast, we hebben nog van tevoren gezegd, we gaan niet vals spelen. Wat hoe heb jij kan gedaan? Dit? Heb jij X-ray gedownload? Kan jij hier doorheen kijken? Heb jij... Wat is dit? Ja... Gast, dit kan niet. Dit kan echt... Ik twijfel aan het begin zelfs om blauw te doen. Maar toen dacht ik, nou weet je, er zijn niet echt mooie blauwe blokken zoals deze. Dus ik gebruik deze. Maar nee, ik, alleen de bel heb ik van jou dan. Maar voor de rest, dit kan niet. Jeetje. En jij bent gewoon op een normaal straatcircuit aan het racen volgens mij. Kijk, dat voor mij is gewoon echt op een racebaan. Daar staan geen strepen op de weg. Kijk, de baan is logisch en zo. En dan de finishlijn. Maar de auto, heb je... Ik heb niet van een plaatje. Ja, nee, ja, ik ook niet. Jij bent van mijn plaatje. Van mij, nee, van helemaal mij. Niet. Dit is jouw plaatje. Gast, is die één op één hetzelfde? Nee. Dat kan niet. Gast, kijk vanaf hier. Hij is niet één op één. Hij is bijna één op één hetzelfde. Met jouw bel is ook hoger. Ja. Hij is wel hetzelfde. Nee, dat is niet waar. Wat is er anders dan? Ik heb als hoger gedeelte heb ik... concrete. Ja, ik vind dan vol denk ik mooi. Dat matcht wat En jou heeft de bestuurder geen beenruimte. Geen beenruimte, helemaal wel. Daar kan nee. Toch wel eens beetjes in zetten. Ja, maar bij mij nog beter. Oh, bij jou nog wat beter. Nee, ik vind het niet leuk dat je dit gedaan. Ik vind het oprecht gewoon stom. Nee, maar nee. Nee, maar ik vraag me ook echt af hoe je dit kan hebben gedaan. Want ik wilde eerst hoe nog iets anders maken. Ik zei nog speciaal ik tegen de kijkers. Ik ga met Ferrari aan de slag. Ja? Ja. Ja.
Ja, nou, ik was al een tijdje klaar. Ik vind het oprecht niet leuk. Ik heb zelfs... Wat is jouw verhaal over die pressure plate? Over die gouden pressure plate hier, daar staat zijn trofee op. Nee. Wat is die van jou dan? Mijn verhaal is dat Ferrari ook altijd details heeft met geel. En dit is het Shell-logo. Altijd voor op de neus staat het Shell-logo. Die van jou die heeft geen trofee. Want kijk, die van mij... Ja, die van mij in plaats staat zijn trofee gewoon. Alleen er is niet echt iets moois wat ik als... Ja, ik twijfelde. Ik dacht eerst kan ik een bel doen. Maar dat vond ik een beetje te groot als trofee. Dus dacht, wat is dan nog meer gold, weet je? Bekeek een beetje naar die dingen. Er was niet echt iets bijzonders. Nee, ja, nee, ja, je kunt me wijsmaken dat jouw kat ook de was doet, maar dat doet hij ook niet waarschijnlijk. Oké, weet je, laten we er nog één doen. En als je dan weer vals speelt, nou, dan weet ik niet eens of ik dit op YouTube wil zetten. Als je weer vals speelt. Ja, nee, het is goed. Ik ga het weer weghalen. Doei. Ja, ik ga het ook weghalen. We gaan er gewoon nog eentje doen. Ben je klaar voor ronde 2, Robin? Nou, ja, ik denk het wel. Wil je mijn kantje nog helemaal bekijken, te zien dat ik niet vals speel? Heb je net ook al gedaan, maar... Ja. Ja, je mag kijken wat je wil, maar er is hier niks. Helemaal niks. Erboven, eronder. Dus zei ik dat je kan gewoon... Het is ook precies hetzelfde. Ja, nou dan. Ja, nou ja, oké. Nou, weet je, ik heb een leuk thema bedacht intussen dat jij aan het controleren was of ik aan het vals spelen was. Ik kan videogames zeggen. We gaan gewoon allebei misschien onze favoriete game bouwen of gewoon een iconische game en daar een object van. Bijvoorbeeld een Pac-Man of bijvoorbeeld weet ik wat, weet je, verzin het. Ja, oké. Ja? Dat is een goeie. Nou, dat vind ik een leuke. Kant, dat vind ik ook een leuke. En hier, de kant, kijk, met auto, oké, weet je, je kan nog een beetje op dezelfde manier een auto bouwen. Maar met een videogame, dat zou een te groot risico zijn. Oké? Ja, je kunt oké zeggen, maar ja, dat is zo. Oké, dan gaan we beginnen. Tot zo. Tot zo. Oké, jongens, nou, ik hoop dat hij het gelooft. Ik twijfel. Hij denkt, kijk, het is voor mij heel logisch. Ik speel vals, hij niet natuurlijk. Dus hij weet dat ik ook vals speel. Eigenlijk is het ook best wel simpel. Maar laten we even op de camera's kijken wat hij aan het doen is. Hij is eerst zijn blokken waarschijnlijk bij elkaar aan het drapen. En nu wil ik iets minder 1-op-1 vals spelen. Ik wil een beetje hetzelfde bouwen, maar dan net wat anders, weet je? Goed, jongens, ondertussen heb ik mijn idee uitgewerkt voor mezelf. Wat ik ga doen is dat ik een arcademachine ga maken. En wat ik daarmee ga doen is dat ik met concrete een paar blokjes omhoog ga. Dan ga ik een soort van dakje maken. Glas erin. Zo, ik heb ook even vast even het glas gepakt. En dan gaan we dat gewoon doen. En dan gaan we eerst een vierkantje maken. Dus dan beginnen we. Ik wil hem niet te groot maken. Maar ja, dat gaan we gewoon mooi doen. Ik wil wel proberen een mooi midden te krijgen. Dus dan gaan we het op deze manier doen. En dan gaan we nu deze kant op. Dan wordt dit een beetje, ja, waar je op speelt, zeg maar. Dan maken we het allemaal twee blokjes hoger. Nog eentje doen we maar wel even. Oké, hij heeft white stained glass, zie ik nu. Heeft hij in zijn inventory. En hij heeft grey... dat is grey concrete, heeft hij. Oké, hij gaat wel heel snel. Ja, ik kan moeilijk tellen hoeveel blokken het zijn, jongens. Dat is een beetje het probleem. Dat kan ik moeilijk tellen. Dat maakt het wel heel moeilijk voor me, als zeg ik het zelf. Ik ben benieuwd wat hij aan het bouwen is. Tot nu toe lijkt het een beetje hetzelfde. Alsof hetzelfde aan het bouwen zijn. Oké, ik wil het wel een beetje aanpassen. Wat is hij aan het maken? Wat wordt dit? En dan bouwen we ook helemaal dicht alvast. Want dan kunnen we alvast een beetje beginnen aan de details. En de details die zijn dan bijvoorbeeld zo'n joystickje. Waar je muntjes in doet. Misschien even wat leuke kleurtjes, zeg maar. Dus ik denk dat ik wat leuke kleurtjes wil gebruiken. Zo. Dus wel, dat is op zich wel leuk. Alsof het wat gras is, zeg maar. En wat gaan we dan gebruiken voor dat joystickje? Dan gaan we hier zo'n dingetje erop zetten. En dan pakken we rode concrete. Zo. En dat is dan zo het knoppie. Kijk, dat is leuk. Dat is dan gewoon het knopje. Alsof je een Gamecube of zo. Of een box, een Playstation misschien. Misschien dat hij een Playstation bouwt. Kijk, is nu met lime is die ding aan het bouwen. Kijk, ik wel dat zie dat ik de goede breedte heb gepakt. Gewoon onbewust. Ik weet nou niet wat hij aan het bouwen is. Oprecht. Ik bouw het maar gewoon na. Maar geen flauw idee wat dit is. Wat is dit? Lijkt alsof het een... waar je UTP-kabels in stopt. En wat ik dan wil gaan gebruiken voor de knopjes, zeg maar, is carpets. Dus ik pak een blauw carpetje... Ik pak een roze, ik pak een groene en ik pak een gele, denk ik. Even denken, nee, dan pak ik wel even donkerblauw, even duidelijke kleuren. Pak ik ook wat donkerder roze, zo. En dan maak ik dat als een knopje hier. Dus dat is dan hier een knop, nee, hier een knop, en daar een knop. Ja, dat is leuk. Ja, dit is wel volgens mij gewoon een soort controller of zo. Ik ben misschien, jongens, dat jullie me nu keihard uitlachen omdat ik niet snap wat het is. Ik herken het, maar ik weet niet waarvan. En wat ik dan ga doen, dan ga ik omhoog bouwen. Dus dan bouwen we eentje omhoog, nog eentje omhoog en nog eentje omhoog. En dat doen we ook hier. En dan gaan we dat hier nog verder omhoog laten gaan. En dan gaan we dat een klein stukje hoger doen. Zo. En dan bouwen we daar het plafonnetje op. Bouwen we hier dit plafonnetje op. En dan maken we het hier dicht.
Oh, hij is buiten mijn bereik aan het bouwen, jongens. Oh, nee. Wacht, dan moet ik mijn camera een beetje bijstellen. Dan moet ik voor oppassen, straks ziet hij dat. Ja, laten we de camera een beetje bijstellen, komt hij. Oké, zo kan ik het beter zien. En dan plaatsen we daar het glas tegenaan. En dat doen we dan met wit, want dan lijkt het een beetje alsof hij uitstaat. Zo. En dan denk je van, ja, dit ziet eruit als een dikke DS. Ja, dat, daar heb je misschien een beetje gelijk in. Dus wat doen we dan? Dan maken we hem nog toch eentje hoger. Zo, dan hebben we hem even wat hoger gemaakt. En dan maken we er een soort van dakje op. En dat dakje, dat komt dan een beetje zo in zijn recht dat het gebruikt wordt alsof je er echt onder staat, zeg maar. Dus dan maken we hem overkoepelend. Zo. En dan nog meer. Nee, dat is het dan. Nu begint het op een soort van DS te lijken, maar daar is hij net weer te dik voor. Of is het gewoon een arcade machine? Is dat het niet? Een hele rare arcade machine. Ik zeg arcade, maar volgens mij is het arcade. Is dat het niet gewoon? Een arcade machine, jongens, dit. Omdat dit is de joystick of zo? Ah, oké, dan kunnen wij nu ook een beetje freeromen. Ik gok dat hij een arcade machine aan het maken is. Dan gaan wij hem namelijk wel hoger bouwen, die van ons. We zien elkaar. De muur is niet hoog genoeg. Dit is sowieso een arcade of een arcade. Ja, ligt er aan op welke manier je het wil zeggen. Kijk, dan heb je hier zo'n arcade machine. En dan denk je, wat kan ik hier nou op spelen? Nou, dan gaan we aan de zijkanten gaan we dan proberen om een mini Pac-Man te maken. Dus, wat doen we dan? Maken we zo en zo. Dat is dan van de Pac-Man. En die maken we dan ook hier aan deze kant. En die maken we de andere kant op. Dus dan gaat die zo en zo. Dus dan gaat die naar deze kant op en die gaat weer terug. En dan zijn dat de... Ja, de bolletjes die hij opheet, kun je er dan nog bij doen. Als zo concreet. Dan pakken we powder. Zo. Ja, dat is te ingewikkeld, denk ik. Kijk. Hij heeft me één keer om te kijken en hij ziet dat we hetzelfde aan het bouwen zijn. Ja, man, we zijn echt hetzelfde aan het doen. Als in, dit moet even op. Nou, ik weet dat we hetzelfde aan het doen zijn. Ik zeg mijn hele zin verkeerd. We zijn te hoog aan het bouwen. Ik wil mijn hoger bouwen, maar dat kan niet. Die van mij staat uit, mijn machine. Die van hem staat aan, die van mij staat uit. En ik heb net een ander soort kast. Die van mijn kast die loopt meer zo. Dus ik ga me een beetje toch anders bouwen. Kijk, zoals dit zie je. Wat we dan gaan doen is, je moet natuurlijk wel altijd betalen voor zo'n machine. Nou, wat gaan we daarop doen? Dan gaan we daar stairs voor pakken. En dan pakken we donkere stairs. En dan gaan we dat als volgt doen. Even kijken, wat is handig. Ik denk dat we dat gewoon als een rondje gaan doen. Zo en zo. Of, we doen het zo. Boom. Kijk, dan is dat gewoon. Ja, dat is leuk. Doen we gewoon zo. En we doen zo. En dan doen we hier... Achter doen we eventjes dat concrete. Of nee, dan doen we zwarte concrete. Doen we gewoon deze. Prima. Zo. En dan is dat echt zo'n muntje, zeg maar, wat je erin moet doen. Dan loopt dit nog in ieder geval door. Zo. Dan is dat misschien het logootje of zo. Dan maken we hem even wat meer 3D. Kijk, er zijn allemaal gekke dingetjes zo aan het plaatsen. Maar laten wij dan gewoon... Bij mij is het daadwerkelijk een game gaande. Mijn heeft andere kleuren. Mijn heeft... aan de zijkant heeft die oranje kleur in plaats van geel. Zo. Oh, hij bouwt natuurlijk het gat waar muntjes in gaan. Ja, die moeten we ook hebben, jongens. En dan leggen we ook een muntje op de grond. Kijk, er ligt, bij mij ligt er ook een muntje hier op de grond, zo. Er liggen een paar muntjes liggen er gewoon, zo. En nu een spelletje maken die gaande is. En dan is dit dus een beetje een arcade machine, jongens. Wel leuk op zich. Weet je, ik vind dit... Als Max dit nu ook heeft, dan word ik helemaal gek. Want we hebben het over videogames. Nou, Max is echt een hele grote game nerd, voor degene die dat nog niet wisten. Bij deze. Dus als hij dit nog goed heeft, dan weet ik het ook niet meer. Wat we nog wel kunnen doen eventueel, is om het extra speciaal te maken, is dat ik het hier nog eventjes wat dikker maak. Zullen we er een soort van Tetris van maken? Is dat misschien nog leuk om te doen? Dat zie je toch alleen aan de voorkant. Dus ik ga het glas even weghalen. We gaan er een soort van Tetris van maken. Dus dat betekent dat ik van concrete eventjes wat kleuren ga pakken die ik nog niet eerder heb gebruikt. Dus dat is deze. Dat is oranje. Dat is donkergroen, paars en dat was het eventjes. En dan maken we hier eventjes van die tetrisvormen, van die typische tetrisvormen. Dan maken we hier bijvoorbeeld zo'n apparaatje. Dan maken we hier zo'n blokje van. Dan maken we hier zo'n liggende van. Even kijken. Dan heb je ook altijd zo'n vormpje die er zo uitziet, zo. Maar die maak je even van een andere kleur, even van een andere felle kleur. Concreet pakken we nog blauw en we pakken nog geel. Dus dan is het zo. En dan heb je volgens mij nog altijd zo'n vormpje. En dat is dan zo. En dan is die ook af, die speler. Hier, kijk jongens, we zijn oprecht gewoon een Pac-Man map aan het bouwen. Hoe cool is dat? Hier, we hebben gewoon een Pac-Man map gebouwd. En dan moeten we ook nog die andere kleurtjes, dan maken we pink. Wool doen we erin. Kijk, we doen dat helemaal met stained glass, paints. Let op. Een geel mannetje komt er nog bij, een roze mannetje... En een rood mannetje komt er. Kijk, Pac-Man is deze kleur. Dan hebben we hier deze. Nou, Pac-Man is trouwens ergens onderweg gewoon. En dan hier deze nog. En dan hebben we ook nog de... Kijk, dit is gewoon Pac-Man is gaande.
Dit is toch cool? Daar heb je hem. Kijk, en nu gaan we hem helemaal eigen maken, jongens. Nu is Robin de Klos. Nu gaan we hem helemaal eigen maken. Hier maken we hier een Pac-Man. Poppetje maken we. Zo, kijk, dit is Pac-Man. En die is zijn muntjes aan het eten. Of zijn blauwe... Volgens mij zijn dat blauwe dingetjes. Hier, kijk, die is zijn blauwe puntjes zo aan het eten. Maken we hieronder maken we ook nog even zo. Hoppakee. En dan... Juist. Dit ziet er goed uit. Mijn machine krijgt ook nog hoekjes op deze manier. Oh, dit ziet er goed uit. Lime concrete plaatsen we hier. Dit is zeg maar dan dat die aanstaat op deze... Oh, kijk dit dan, jongens. Die voor mij is zoveel cooler. Ik ga nu zoveel andere details doen die hij niet heeft. En trouwens, wat ik ga doen, jongens. Ik ga twee joysticks maken. Want dit is een multiplayer apparaat. Is dit. En dat, kijk, Robin gaat daar dus al de fout in, weet je. Die weet dat dan weer niet. Die voor mij is multiplayer. Team blauw en team rood heb je dan. Kijk, dan is dit team blauw hier. En dit is team rood. Of andersom, team rood en team blauw. Dat zijn de startknopjes. Dan hier komen ook nog allemaal gekke knopjes onder. Hier zo, kijk. Kunnen ze hierop klikken zo. Dan pak ik mijn glas weer. En dat ga ik er dan weer voorzetten. En dan lijkt het alsof je echt Tetris hier aan het spelen bent. Iemand die heel slecht is in Tetris in ieder geval. Kijk, dat ziet er leuk uit. Ja, dat is leuk. Top. Dan doen we dat dus op zo'n manier. Maken, passen we het dan nog een beetje aan. Misschien kunnen we hier nog wel wat leuks mee. Misschien moeten we deze eentje naar achter plaatsen. Deze moeten we eentje naar achter plaatsen. Ja, vind ik wel. En dan kunnen we er altijd nog grijze carpet bij leggen. Die je er omheen hebt, zodat het echt een joystickje is. Ja, en dan plaatsen we deze toch weer helemaal terug. En dan denk ik dat we er zijn, jongens. Dan denk ik dat we er zijn. Dan pas ik misschien dit nog eventjes aan. Naar zwarte kon... Nee. Doe ik niet. Ziet er niet meer mooi uit. Nee. Ik denk dat we klaar zijn. We hebben een leuke arcade machine gemaakt. Kijk, echt eentje die zo wat hoekig is. Hij moet denk ik nog wel wat meer hoekig. Dus hij mag wel... Kijk, de achterkant die zien ze toch niet. Dus hij mag wel zo. Ja, de achterkant wordt toch niet gezien. En nou is hij wat meer hoekig. Ik denk dat dit wel goed is. Ja, ik denk dat dit wel goed is, jongens. Als je dan daar ziet en daar, dan is hij wat hoekiger. Daar kun je dus je muntje in doen. Daar is, ja, hij speelt dus Tetris met een joystick. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het helemaal leuk. Plaatsen we deze even nog. Nee, niet in het midden. Nee, ik ben klaar, jongens. Ik vind het leuk. Videogames. En dit is echt zo'n old school videogames. Dus ik vind hem leuk. Ik ga wachten op Max. Misschien moet ik weer met de bel. Max wist net dat ik klaar was door de bel. Dus ik ga weer eventjes de bel hier neerzetten. Ja, dat doen wij wel gewoon met walls doen we het zo. Dat is mijn muntgat, zie je? Daar moeten mensen muntjes in gooien. Dan omdat het een Pac-Man machine is, maken we dit hier maken we ook geel. Zo, want het is een Pac-Man machine. Oeh, Robin is klaar. Oké, Robin is klaar. En hier doen we ook Pac-Man. Kijk, nee, hier doen we zo'n blauw mannetje. Wait, wacht. Dit is het laatste. Kijk, dit is zo'n mannetje. Oh, wacht even. Dit is zo'n mannetje, weet je, die op de vlucht is. En dit zijn de dingetjes die er achteraan gaan. Ja, nu heb ik Robin overtroefd hoor, jongens. Dit is beter. Die voor mij is goed. Die voor mij is goed. Oké, ik ga ook een bel plaatsen. Hier, ik ben klaar. Mijn bel is geplaatst. Robin, ik ben klaar. Ik ben ook klaar. Ja, jij bent ook klaar? Jazeker. Ik denk, ik zeg maar, ik heb heel slim iets bedacht. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon vast een tip geven. Jij dacht videogames. Ik heb jou helemaal op een spoor gezet dat jij een videogame zou gaan maken. Zoals misschien dus inderdaad een Mario spelletje of misschien gewoon iets met Minecraft en zo. En ik ben veel slimmer na gaan denken dan dat. Ik heb veel verder en veel breder gedacht dan gewoon een spelletje op zichzelf. Oké. Okay. Dus kom jij deze keer maar eerst bij mij? Oké. Ja, kan ik al? Ja, kom maar. Kom maar. Oké. 1, 2, ik ga raden welk spel het is. Ja? Ja. Oké, kom ik. 1, 2, 3. Tadaa! Ik heb een... Ik ga een kleine uitleg erbij geven. Een specifieke Pac-Man arcade machine gemaakt. Je ziet hier dat Pac-Man is hier gaan. Die zit achter zijn mannetjes aan. Hier bovenin zie je de leuke groene lampjes die daarna geven als het goed gaat en niet gaat. Het is een multiplayer machine. Dus je hebt je team rood en je hebt je team blauw. Maar de joysticks zijn altijd allebei rood. Hier een klein leuk detail voor muntjes om erin te gooien. Er liggen nog wat muntjes op de grond die ze nog willen gaan gebruiken om te gaan spelen natuurlijk. En een heel goed detail hier aan de zijkant. Kijk. Aan de zijkant hier. Heb je Pac-Man die zit achter zijn dingetjes aan. En hierachter is zo'n mannetje, zo'n spookje achter wie die aan zit, weet je. Die hem ook wil oppakken. En dat zit. Leuk, hè? Ik heb echt mijn best gedaan om deze gewoon leuk te bedenken, leuk uit te voeren. En ik vind het goed gelukt. Je bent er stil van, zelfs. Mm-hmm. Dus, wat vind je? Ja. Vind je hem leuk? Leuk, ja. Hoezo, waar is het enthousiasme? Nou, dat is er niet. Hoezo niet? Ik denk, Kom eraan! Ik moet gaan, denk ik. Nee, je moet helemaal niet gaan. Wat is er aan de hand? Wat heb jij gebouwd? Ja, dag! Hallo! Die van jou is ook nog eens minder mooi. Maar... Huh? Maar, hallo. Ten eerste, of het is toeval, maar dat geloof ik niet. En jij, ja, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Hij is wel anders deze keer dan de auto. Het is niet 1-op-1 hetzelfde, maar ik weet niet wat ik ervan moet zeggen. Ja.
Moet ik ook nog uitleg geven? Ja, je kan het vanaf hier zien. Heb jij vast? Ik heb niet omhoog zitten kijken. Heb jij gespiekt vanaf het begin wat ik ging bouwen en daarna zelf nagebouwd? Niks ervan. Jij hebt het nogal hoger gemaakt. Ja, die van mij is hoger. Je kan mij niet verdenken van spieken. Echt niet. Ik ga een uitleg geven. Ja? Jij met je stomme uitleg, ik ook met mijn uitleg. Ja. Munten, knoppen, joystick, Tetris. Dat is het. Punt. Tetris. Maakt niet uit. Maar ik vind het gek. Waarom heeft die van jou... Die is niet multiplayer. Nee, klopt. Dit is gewoon een single player ding. Wat is het verhaal van dit hier? Dit is gewoon een Pac-Man. Oké. Nog een Pac-Man hier. Ah, ik vind het wel een beetje verdacht, moet ik zeggen, man. Het is goed met je. Ik ga, denk ik. Nee, ik doe niet meer mee. Ik geef toe dat ik vals heb gespeeld. Wat heb je vals gespeeld? Ja, ik heb een klein cameraatje geïnstalleerd, Robin. Ik heb je de hele tijd kunnen besturen. Waar? Ik heb alles... Zie, hij is zo klein dat je bijna niet ziet, maar hij zit daar in het hoekje. In het hoekje. Kijk maar. Een hele fijne dag nog. Tot nooit meer. Nee. Waarom ga je nou offline? Nee. Ik had zo'n klein cameraatje, Robin. Dat kon je niet eens zien, maar... Ik moet zeggen... Bij die vorige... Kom eens terug. Hallo. Robin, die komt niet terug, jongens. Nou, het was een leuke valspeelwedstrijd. Robin is gereedsquit. Ik moet zeggen, zijn Pac-Man machine... Ja, ik heb natuurlijk gewoon één op één een soort van nagebouwd. Alleen dan met een beetje meer tijd had ik. Hij moest het natuurlijk zelf bedenken. En ik wil gewoon lekker aan de slag gaan natuurlijk. Ik vond het wel een leuke video. Ik ben alleen over. En dan jongens, voor nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Willen jullie nou vaker dit soort video's laten? Even weten in de reacties. Vergeet zeker ook even niet te reageren met welke kant jij mooier vond. Vond je mijn Pac-Man machine nou mooier of die van Robin ook? Al zijn ze hetzelfde, dan hebben Robin hem bedacht. In ieder geval dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan nu, hoe kijken lekker deze video. Is ook een video waarin ik heb vals gespeeld. Is volgens mij een beetje mislukt, maar het is ook wel een leuke video om te gaan kijken. Dit was een beetje de herhaling, maar dan een betere versie. En dan nu spreek ik later. Tot de volgende keer.